De beurs werd vanochtend geopend door Joost Wijnhout, directeur van de stichting Spieren voor Spieren, ter ere van de opening van een nieuw medisch expertisecentrum in Utrecht. Goedemiddag. Dit is het economisch nieuws verzorgd door de Financiële Telegraaf met een overzicht van de beurs van vandaag. En pensioenfondsen hebben verdiend aan de crisis. Na de flinke verliezen van gisteren ging het Damrak vandaag hoger van start. Hoewel beleggers nog steeds voorzichtig bleven vanwege de Europese schuldencrisis, vonden koopjesjagers hun weg naar de beurs weer terug. De AEX kreeg er ongeveer 0,6% bij en stond op 294 punten. PostNL was een van de grootste stijgers, nu bekend werd dat de postbezorging op maandag wordt gestaakt. Air France KLM zat ook in de lift, nadat bekend werd dat de luchtvaartmaatschappij het aantal banen in 2012 met 2000 stuks gaat verminderen. Het ontslag is onderdeel van een besparingsprogramma ter waarde van 800 miljoen euro. Dat meldt een Franse krant op basis van anonieme bronnen. TomTom en SBM Offshore behoorden tot de grootste dalers. Kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn rating voor langlopende schulden van de Rabobank verlaagd van AA+ naar AA. De verlaging geeft volgens Fitch de veranderende marktomstandigheden weer, waar banken wereldwijd, en in Europa in het bijzonder, mee te maken hebben. Rabobank blijft echter nog steeds een van de meest kredietwaardige banken. De kapitaalpositie en liquiditeit zijn volgens Fitch in orde, evenals de recente financiële resultaten. Mogelijke risico's zijn echter het coöperatieve karakter van de Rabobank en het ontbreken van een beursnotering. Dat beperkt de bank in zijn mogelijkheden om nieuw kapitaal aan te trekken als het nodig mocht zijn. Standard & Poor's waardeert Rabobank eind november al af. De post valt voortaan niet meer op maandag op de mat. Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken heeft besloten de bezorging op maandag af te schaffen omdat het onrendabel is. In de wet op postbezorging staat dat PostNL verplicht is om 6 keer in de week de post rond te brengen. Bleker wil dat terugbrengen naar 5. Alleen als de prijs van postzegels sterk omhoog zou gaan, kan PostNL brieven op maandag blijven bezorgen, zegt Bleker. Bijzondere poststukken zoals rouwkaarten kunnen nog wel op maandag worden bezorgd. De Franse bank Crédit Agricole gaat 2350 banen schrappen. Ook trekt het bedrijf zich terug uit 21 landen waar het als zakenbank actief is. Topman Jean-Paul Chifflet moet 2,5 miljard euro afschrijven op beleggingen bij zijn zakenbankdivisie, die daarmee over heel 2011 in de rode cijfers belandt. Bij Crédit Agricole werken wereldwijd 160.000 mensen. Net als branchegenoten BNP Paribas en Société Générale is het bedrijf hard geraakt door de schuldencrisis. De Franse banken hebben een relatief grote portefeuille aan onder meer Griekse staatsleningen, waarop zij nu flink moeten afwaarderen. Crédit Agricole meldde verder dat het voor dit jaar geen dividend uitkeert en zijn financiële doelstellingen voor de jaren tot en met 2014 laat varen. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben tijdens de eurocrisis stevig verdiend aan staatsobligaties van landen met een AAA-status, zoals Duitsland en Nederland. In de afgelopen maanden steeg de waarde van deze beleggingen enorm. Tegelijkertijd loosden de institutionele beleggers op grote schaal waardepapier uit Zuid-Europa, waarop ze eind 2010 nog zwaar verloren. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse bank is beleggen in veilige landen een trend. Verzekeraars en pensioenfondsen kopen steeds meer in Nederland en Duitsland. Klanten van institutionele beleggers hoorden namelijk liever niet dat ze veel Italiaans staatspapier in de portefeuille hebben, vanwege de risico's die hieraan verbonden zijn. Dirk Scheringa let niet langer op de kleintjes. Zijn nieuwe bedrijf, DS Factoring, biedt een product aan waarbij investeerders maandelijks rente krijgen die kan oplopen tot 7%. Het product is echter alleen voor professionele partijen. Scheringa heeft geen interesse in particulieren die maar 10.000 euro inleggen. Grote partijen kunnen de risico's namelijk beter inschatten. DS Factoring speelt met het product in op geldproblemen bij MKB-bedrijven door hun facturen op te kopen tegen een vergoeding. Tot zover het financiële nieuws van vandaag. Meer nieuws en de actuele koersinformatie leest u op dft.nl. Tot morgen.